kunt verstaan. Ik heet u heel erg hartelijk welkom op deze eerste kunstbeurs in Amsterdam. Oh nee, er was er al één, maar er is er nu nog één bijgekomen. En ik ben echt ontzettend blij geworden deze week toen we hier aan de slag gingen. Het gaat om. Vandaag hoor ik de hele dag wel een leuk gebouw. Dat had ik ook toen ik de kunsthal in Rotterdam bouwde. En Rem dacht altijd dat de mensen voor het gebouw kwamen. En ik heb hem toen uitgelegd dat de mensen komen voor de inhoud, voor de kunst. En ik wil dus nu vanavond ook niet meer horen dat dit zo'n ontzettend leuk gebouw is. Wat het wel is, maar ja, het is ook gewoon een garage. En die hebben wij nu een beetje omgebouwd tot kunsthal. Er zit ook een beetje het idee achter dat Amsterdam langzamerhand wel een kunsthal verdient. Ik heb verteld dat ik 30 jaar geleden, toen ik de kunsthal in Rotterdam maakte, dat T66 was toen een hele kleine partij. Ik was er toen wel al lid van. En die zeiden, kunnen we nu niet in Amsterdam ook zo'n kunsthal maken? Ik heb toen een poosje door Amsterdam gelopen, met wat mensen gesproken, maar ik zei ja, het politiek klimaat hier is toch een beetje anders als in Rotterdam. In Rotterdam zeggen ze dan, nou oké, we hebben 20 miljoen, dat zetten we apart en we maken een kunsthal. Maar nu zijn we er in Amsterdam ook bijna toe. Dus toen ik de gelegenheid kreeg, geboden door Bouwinvest, dat is een grote vastgoedportefeuille of zo heet dat geloof ik. Die bezit het Olympisch Stadion, die zijn hier aan het bouwen met Kees Dam hiervoor. Maar al die prachtige appartementen hierachter, die zijn ook van hun. En deze gebouwen die ontbraken nog aan hun portefeuille. Maar dit is een Rijksmonument, dus dit is toch wel een mooi gebouw. Dit is een Rijksmonument, daar hebben ze vergunning voor nodig om dat een beetje te veranderen. En in die tijd is het kunsthal. En het zou wel eens kunnen dat hier uit een echte kunsthal in Amsterdam zou hebben. We zijn net begonnen. En dit is ook de gelegenheid geweest om een beurs te maken die past bij het huidige klimaat in Amsterdam. We hebben natuurlijk stedelijk heropend, het Rijksmuseum. Amsterdam is langzamerhand weer de culturele hoofdstad van Nederland sowieso, maar een beetje van Europa en een beetje van de wereld aan het worden. En daar past een beurs in die ook op dat hoog niveau zit. Ja, dat is de Amsterdam Art Fair. En dit is niet tijdelijk. Dit is niet tijdelijk. Volgend jaar zitten we misschien ergens anders, misschien kunnen we hier nog één keer blijven. Maar volgend jaar komen we ergens anders en daar ben ik ook al over aan het spreken met allemaal deelraadwethouders. En in Amsterdam heb je voor heel veel vergunningen nodig. Maar het is bijna rond. Dus het gaat verder. Net zoals het stedelijk. Ik ben natuurlijk super blij dat Beatrix hier is. Ik heb net gezegd boven, in een klein clubje, sinds Beatrix in het stedelijk zit, ga ik weer zo met zoveel plezier naar het stedelijk. En daarom ben ik blij dat Beatrix is om u hartelijk welkom te heten en om u ook natuurlijk naar het stedelijk te lokken, maar we waren allemaal al vriend van het stedelijk. Morgenavond is een speciale vriendenavond. Het stedelijk heeft 400 kaarten gekocht voor deelnemers, was meteen weg. Het Rijksmuseum zou ik vertellen, dat is nog een mooi verhaal. Die hebben vorige week dinsdag om 9:30 op hun site gezet. We hebben 400 kaarten voor de vriendenavond. En anderhalf uur later waren er 1100 inschrijvingen. Het gaat hartstikke goed in Amsterdam. Beatrix? Hartelijk bedankt. It is a wonderful building. It is a wonderful building. But I have to say first, it feels like a few weeks ago, my colleague Karin van Gils and I was here to look at the building. And we were totally impressed. We were also totally impressed about the plans. And I think what happened here in only a few weeks, and with Wim and his team realized here in that short time is simply amazing. Amsterdam seems to have it all. It has it all.
Wim mentioned it, all the museums are open again. On Sunday we open a big installation by Liam Gilling on the museum's blind. We still have to take hold of the museum's blind fully. And the amazing schools and the amazing the Rijksacademy, the ateliers, the Sandberg Institute and the Apple, and even a few Gowers here come directly out of the Apple program. I think it's an amazing cultural fabric, it's an amazing cultural energy, and I'm extremely happy and extremely proud also to be here and to be part of it. Art fairs are, of course, not the places artists go the most likely, or artists like the most, but I do think that art fairs are an amazing place to really meet as many people and as many different voices also that are part of the art world in one place. And I have not made it to all the galleries in Amsterdam yet, so for me it's an incredible moment to be able to get on one and a half floors to actually really say hello to all of you. Wim mentioned it, of course I'm not here without making some advertisement for the Stedelijk Museum, and I have to tell you, in this short time I'm here, and I have the pleasure and honor to work with this incredible team of the Stedelijk Museum. There were so many things possible and so many things happened. At the moment, it's a combination of shows on and things happening in the collection, which I find extremely exciting, and I hope very much that we can transport this energy into the future with the show of Tino Segal running over the whole year at Atkins in the biggest exhibition space. The Stedelijk in the Orlof, really showing deep research of the Stedelijk Museum, and the Matisse show everyone is coming to see. And I do think that this energy which I feel happening in the Stedelijk is really happening in the city. I see energies everywhere popping up, and this being one of them, a really important places and part of this energy. So I did a little joke upstairs, which was about in the Guggenheim, where you also have ramps, the bicycles went in. Here the cars went out and the art went in. And I do hope that you have an incredible evening. I do hope that you see all the art in the booth of all the galleries here. Enjoy the art, enjoy the people, and I hope we meet many, many times in the future. Thank you so much, Wim, for inviting me. Bij dit soort officiële momenten vergeet je wel eens dat het gaat om de kunstenaars. Ik wil natuurlijk vooral de kunstenaars bedanken die hier zijn, die hier werk hebben getoond. Vervolgens moet natuurlijk de galeries. Het gaat hier om de galeries. We zijn binnen de kortste keren, we hebben zelfs een wachtlijst. En op alle belangrijke galeries in Nederland hebben zich aangemeld. Die zijn hier allemaal. Die hebben een enorme inzet getoond om het beste te tonen wat ze op dit moment in huis hebben, zou ik haar zeggen. Er zijn veel nieuwe presentaties. En tot slot zou ik ook heel nadrukkelijk willen bedanken Francis Boeske. Francis heeft tegenwoordig Francis Boeske Projects. En dit is een van haar projecten. Zonder Francis en haar team, ze heeft een geweldig team, was het niet gelukt. Bravo! Ja, nu is het bar is open.